ontving ik voorgaande keren nog de sterren van morgen in mijn tent, bungalow en op een eiland. Dit keer spreek ik de sterren van vandaag. Hier, op dit grandioze bungalowpark in het zuiden des lands. Hier ontvang ik de grote der aarde voor een gesprek met een lach en een traan. In deze prachtige bungalow. Vandaar de titel, Tim's tent, maar dan in een bungalow met sterren. Vandaag gast in mijn bungalow Pepijn Lanen, ook wel Faber Yeyo, rapper, schrijver, maar natuurlijk vooral een van de lids van de jeugd van tegenwoordig, een boyband. Steek die hele stad in de fik, let's motherfucking go. Ik wou wateren in een moshpit. Moshpit, moshpit, moshpit. Pepijn. Tim. Hoi. Hallo, wat leuk. Wat leuk dat je er bent. Ik wist niet wat we gingen doen. Ik dacht, wordt het vriendelijk of doen we... Gewoon een klein knuffeltje. Ja, precies. Toch? Kom je nog wel eens terecht in een moshpit? Ik was gisteren toevallig in een club en toen dacht ik, waarom ben ik hier eigenlijk? Dus nee, wat? Eigenlijk... Nou ja, het voelde zo... het was zo lang geleden dat het heel onwennig voelde. Ja? Je bent misschien gewoon een stukje ouder geworden. Ik ben absoluut een stukje ouder geworden. Een beetje wijzer. Dat zou ik niet durven beweren. Oké. Ga je met me mee? Zeg even gedag tegen de kinderen. Hoi kinderen. Goed zo. Nee, weg van het ding! Nee. Goed, dat is er namelijk onze fiets. Wat fantastisch. Vind je het goed als ik achterin ga zitten, dat ik nog heel even een klein tukkie doe? Achterin gaan zitten? Ik ben niet je taxichauffeur. Oké. Okay. Ah, okay. Gaan we naar links of naar rechts? Ik weet het niet. Rechts. Ik hoor net dat we naar rechts gaan. Handje uitsteken. Denk je dat je geïnspireerd kan raken door Bungalow Park? Nou, het is natuurlijk wel een goede plek om met een singular focus ergens mee bezig te zijn. Wat is een singular focus? Nou ja, dat je gewoon je helemaal richt op één doel. Ja. Ik vind bijvoorbeeld het kantoor ook een hele inspirerende plek. Juist omdat het zo saai en grijs is. Ja, dat is ook wel weer een goede bodem voor... Escapisme. Het is eigenlijk een leeg doek. Ja. Of een lege cd, in jouw geval. Een onbeschreven blad. Okay, hoe gaan we dit doen? Gaan we tussen de paaltjes of door de plas? Je moet nu kiezen. Anders ga je gewoon op de paal af. Ja? Altijd de veilige weg, Pepijn? De veilige weg? Nooit door de plassen in het leven? Het is veel smaller. Ja, daar gaan we, die bovenbenen. Leg day, hashtag leg day. Is dit het? Ja, hier. Waar gaan we parkeren? Hier. Oh. Leuk hè? Ja, super. Is de hal. Ja, mooi. Zo. Oh. Nou, welkom. Wat leuk. Ja? Ja. Nou, dit is de badkamer. Oh. Oh, sorry, ik ben vanochtend, even in bad geweest. Ben jij een luxe poes, Tim? Nou, dat wil ik eigenlijk net aan jou vragen. Maar ja, dat kan niet, want nu heb ik het al gevraagd. Nou, ja, ik hou niet per se van luxe, maar ik hou wel heel erg... ik sta iedere ochtend op en dan neem ik een bad met heel veel schuim en rozenblaadjes. En dat laat je dan staan? Dat laat ik staan. En dan doe ik daarna net alsof het niet de bedoeling was dat andere mensen dit zagen. Maar dat was eigenlijk wel de bedoeling. Oh, wat een zalige keuken. Oh, wat grappig. Wat gênant. Wat zie je als je naar deze jongens kijkt? Naar deze jonge honden? Waanzin. Waanzin? Ja. Ja. Op een gegeven moment was er gewoon een soort knop omgegaan van... ze laten ons gewoon overal binnen en dan krijgen we te drinken. En, ja? Ja, als er iemand tegen je begint te praten, zeg je gewoon, heb je wat te snuiven? En dan krijg je dat meestal. Echt? Ja. En op een gegeven moment realiseer je dat ik wel allemaal bruggen verbrand heb. Ja. Maar hier zaten we nog midden in de waanzin. Ja? En dat was toch ook wel een leuk moment. De koffie is al gezet. De damp komt er vanaf, inderdaad.
gaat het nog een keer goed. Kijk maar aan, kijk maar aan. Je hoort dat. Het is allemaal opgehoor. Ga lekker. Jij mag daar, bij het hondje. Oh. En ik ga bij het rolletje. Even mijn jasje uit. Ik weet niet waarom ik er alles verklein. Doe je ook je jasje uit? Ik doe ook mijn jasje uit. Mijn gigantische jasje. Is het? Ja. Om Pepijn Lana te zijn. Oh, ja, super eigenlijk wel. Ik ben de enige die dat kan. Dat is een goed gevoel. Ja? Ja. Wanneer voelt het het best? Ik had een nieuw boek geschreven. Toen sloeg ik het open en toen stond er ergens een zin met... Geef die fucking marshmallows hier. En toen dacht ik, wauw. Ik weet zeker dat er al in... geen 30 jaar een Nederlandse schrijver het over marshmallows heeft gehad. En here I go and do it. Ja? What a fantastic man I am. Maar meen je dit? Ja. Ja, dan denk ik niemand anders had dat zo verwoord of ingestoken. Je hebt niet één kind, maar twee kinderen. Ja, dat klopt. Je hebt twee kinderen. Hoe heeft dat je veranderd? Ja, het heeft me wel... cliché als het klinkt, maar completer als mens gemaakt. Andere dingen van je leven lijken gewoon compleet bizar of uit een andere wereld. Ja? Ja, dat, zo, drie keer drie dagen per week uitgaan en helemaal naar het afvoerputje. Mm-hmm. Dat, ja, daar kan ik me gewoon niks meer bij voorstellen. Nee? Of, nou ja, nee, ik kan me precies voorstellen hoe het begint, hoe het middenstuk is en hoe het eindigt. Maar de motivatie daarvoor kan ik gewoon niet meer opbrengen. Want wat was dan de motivatie? Naar het afvoerputje. Alleen maar dat? Ja, eigenlijk alleen maar dat, ja. Je hebt meer boeken dan kinderen. Is dat een bewuste keuze? Volgens nog wel. Ja? Ja, sorry, ze liggen er niet allemaal. We waren over budget gegaan. Nee, wat betekent schrijven voor jou? Hoe schrijf jij? Waardoor raak je geïnspireerd? Beschrijf eens wat. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te schrijven. Ja. Het is ook heel moeilijk. Want het is echt een soort concentratieding... waar ik normaal heel veel problemen mee heb. Over het algemeen probeer ik dingen altijd snel te doen... omdat ik anders bang ben dat mijn interesse verlies... Maar en dat heb ik met muziek ook, hoor. Maar een liedje kan je, als het goed is... Je kijkt ook de hele tijd naar je boeken. Ja, mijn kinderen. Nou, maar een liedje kan je soms in 20 minuten opnemen. En als het lang duurt, ben je daar dan misschien een middag mee bezig. Maar een boek, ja, ook als je het gewoon heel snel schrijft... ben je gewoon 6 tot 8 weken elke dag daarmee bezig... En met een soort ingehouden adem, zo. Ja, want je wil ook wel dat het lukt. Je bent ook nog echtgenoot van jouw vrouw. Coco. Coco. Ja, dit klopt. Hoe zou je Coco omschrijven? Ja, zij completeert mij als persoon. Ja. Zij stelt mij... zij vult mij perfect aan en... stelt mij in staat om het beste mens te zijn wat ik kan zijn. Wow. Ja, bepaald soort rust wat voortkomt uit alle tekorten in mij die zij aanvult. Ik ben ook niet graag weg van haar. Ik bedoel, niet zoals op een moment als dit of zo, maar als ik... Als ik 3 dagen weg ben, dan vind ik dat wel ook lastig. En dan moet ik ook wel de hele tijd in contact staan met haar of zo. Ja. Is dat wel gezond? Geen idee. Maar dat vind ik ook niet erg. Nee. Kan je je voorstellen dat je ooit nog met iemand anders bent? Nee. Nee? Nee. Want? Dit is het. Dit is het? Ja. Hou jij van warme... harige dingen. Ja. Ja? Mag ik ze aanraken? Je mag ze met 2 handen aanraken. Kusjes geven. Karessen. Strelen. Oh, sorry, ik kon even ook niet opkomen.
Ga je mee? Ja, zeker. Ja? Okay. Zalig. Kom. Let's go. Hey, maar je komt niet zo vaak meer in de club. Nee. Kom je wel vaker in de kinderboerderij? Ja, wel vaker, ja. Ja? Ja. En? Ja, leuk. Ook veel geiten. Hallo. Hoi. Goedemiddag. Hoi. Welkom op de kinderboerderij. Met Tim, dus Pepijn. Mijn naam is Rosanne. Hoi, Pepijn. Als jullie willen, dan kunnen we samen de beestjes gaan voeren. Daarna wij willen dat heel graag. Een diertje op schoot. Helemaal leuk. Wow, ik heb hier zin in. Ja, dat mag ook. Nou, handen maar open dan. Ja. Ik heb nog niks. Ik vind het heel spannend, maar ook heel gezellig. Ja. Eigenlijk net als in de club. Ik wou water in de moshpit. Nou, als jullie er klaar voor zijn, dan mag je plaatsnemen op het bankje daar. Beestje op schoot. We hebben straks schema. Een konijntje, een caviaatje of een kip? Ik ga voor een konijn. En doe maar een kip. Een konijn en een kip? Ja, ja, alsjeblieft. En twee witte wijn. Ik heb ze alle drie wel eens gegeten. Ja, ik dacht ook, ik ga gewoon nu een keer een kip op schoot nemen, want normaal is alleen maar kip in een emmertje. Wauw, zielig hè? Ja. Dat we ze dan doodmaken en opeten. Ja. Erg wel. Kijk, dit is Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Wat gezellig. En daar komt Henk voor jou. Nou. Nee. Henk komt voor mij. That's what she said. En dit is Henk. Oh, Henk. Ja, maar hoe aai je een kip? Hoe je een konijn ook aait. Echt? Oh, hij vindt het ook leuk. Alleen Henk is nog nooit buiten geweest. Hou jij van dieren? Ja, tuurlijk. Ja? Waarom zou je niet van dieren houden? Nee, weet ik ook niet. Maar sommige mensen houden er gewoon niet van. Van het gezeik houden ze dan niet. Nee, precies. Dat snap ik ook wel. Maar je hebt... Henk, je moet even weg, want we zijn aan het filmen. Dag Henk. Hoe heet de vriendin van Henk? Kijk hem kijken. Honey. Ga maar lekker naar Honey. Ja, ja, ja. Lekker eieren maken, jongens. Je hebt ook een Tumblr, toch? Waar je vragen beantwoordt van hulpbehoevende mensen? Nou, ik heb een Tumblr en daar stellen mensen wel eens vragen. En soms zijn die mensen heel hulpbehoevend. Ja? Ja. Noem eens wat voorbeelden. Op een gegeven moment had een meisje gevraagd... wat was het nou ook alweer? Het is uit met mijn vriend en ik ben verslaafd aan drugs. En ik woon weer bij mijn ouders. En ik zie het allemaal niet meer zitten. En toen had ik ook een beetje zoiets van... Ja, hier kan ik niet echt... puntig en geestig en sarcastisch antwoord opgeven. Maar iemand heeft het wel helemaal geschreven, dus toen heb ik gewoon nagedacht over wat ik daarover kon zeggen of op kon antwoorden, waar diegene misschien wel iets aan had. En toen kwamen er eigenlijk steeds meer van dat soort vragen ook. Ja? Ja. Wanneer is het minder leuk om Pepijn Lane te zijn? Ja, ook gewoon de hele tijd. Ja, het kan... als je heel vaak opwint over dingen... dat je denkt, waarom is dit zo irritant of dat? Ik heb bijvoorbeeld ook... als je iets pakt wat hoog ergens op ligt... of je probeert het daar te leggen en het valt dan... Ja. En dan leg je het nog een keer daar neer, dan valt het weer. Heb je wel zoiets meegemaakt... dat je iets op probeert te pakken van de grond, maar je pakt het steeds net niet goed. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment denk je, oh, godverdomme, die lepel wil niet opgepakt worden. Ja. En die irritatie die dat dan op kan roepen... dat heeft ook heel erg te maken met hoe ik mijn leven leid en moe word van mezelf. Ja? Ja. Maar wat heb je daar dan van geleerd, van alle dingen die je wilde wegleggen of oppakken, maar wat dan niet lukte? Ja, nou, ik leef nog steeds. Nee, maar het raakt je wel op een bepaalde manier. Want het staat misschien symbool voor iets groters, Pepijn. Nee, dat niet per se. Weet je het zeker? Nee, ook niet. Ik weet niks zeker. Nee, dat niet zozeer. Ik verbind dat wel ook heel erg aan mijn eigen persoonlijkheid. En wie ik ben. Je denkt veel na. Ja. Overdreven veel, denk ik. Ja? Ja. Dus op dat soort momenten vind ik het dan wat minder leuk om met mezelf geconfronteerd te worden. Hoe vind je het om geïnterviewd te worden?
Nou, ik altijd als ik iets maak en het komt uit, dan wil ik er heel graag over vertellen. Maar in mijn ervaring is dat in interviews kom je toch altijd in dezelfde soort patronen terecht. En vragen mensen nooit echt de dingen waarvan ik dan denk van ja, wat leuk dat je dat eruit hebt gehaald. Dat klopt inderdaad. We hadden laatst bij die aankondiging van dat we die show in het Olympisch Stadion gingen doen. Mm-hmm. Toen was er ook nog iemand die een video-item kwam maken. En die zei, nou, we hebben op de redactie hebben we allemaal woorden verzonnen. En jullie moeten dan zeggen wat het betekent. Dat ik ook echt dacht van, waarom vraag je dit? Waarom kom je dit nu hier filmen? We komen de allergrootste show van onze carrière aankondigen. En dan is dit wat je verzint. Dan ja, maar goed. Maar dat is toch ook wel een beetje leuk? Jullie verzinnen ook allemaal woorden. Die journalist die doet helemaal de best. Was een vrouw? Ja, dat was. Dat dacht ik al. Ze bedenkt allemaal leuke nieuwe woorden. Dan denk ik, nou, ga ik een keertje verrassen. Ja, maar dat is ook. Vinden ze ook weer niet leuk? Nee, maar dat is ook zeker niet de eerste keer dat iemand dat had bedacht om ons te verrassen. Hoe zouden we dan dat vandaag kunnen doorbreken? We hebben het al lang doorbroken. Hebben we het doorbroken? Ja. Echt? Zeker. Oh. Had je het expres zo opgezet dat we het niet zouden doorbreken? Ja, ik dacht, ik ga alleen maar vragen stellen die hij al 100 keer heeft gehoord. Maar zelfs dat is niet gelukt. Nee. maar ik vraag het een beetje, want jij en de jeugd, die staan erom bekend. Heel moeilijk te worden lopen geïnterviewd te zijn. Ja. Dat jullie lastig zijn. Ja. Ja, dat is voor de helft waar. En voor de andere helft zijn het ook gewoon luie journalisten die dan een slecht interview hebben gekregen en dan op die manier zich er vanaf proberen te maken. Ja? Ja. Ja, die jongens waren gewoon heel vervelend. Als je kijkt naar jonge mensen die jou om advies vragen en naar je eigen jonge kinderen, ja, maak je je dan wel eens zorgen om de toekomst, de wereld waar zij in gaan opgroeien? Of is dat helemaal niet iets wat je... Ja, nee, tuurlijk. Ik maak me daar heel erg zorgen over. En dat is ook iets wat heel erg speelt nu. Dus van alle kanten is het allemaal heel erg negativiteit die steeds dichterbij lijkt te komen. Maar... Zoals? Nou, klimaatverandering, geopolitieke verhoudingen. Maar ook gewoon op kleiner niveau mensen die... Robert Jensen. Die op kleiner niveau Robert Jensen. Robert Jensen die denkt dat de aarde plat is. En dat er ook allemaal mensen zijn die hem daar dan in volgen. Dan denk ik ook van, nou ja, het zijn toch niet alleen maar in Amerika allemaal idioten. Maar die wonen ook gewoon hier. Ik denk ook dat een heleboel van de negativiteit voortkomt uit een gebrek van een soort liefde of acceptatie. En weet je, dat mensen het gevoel hebben dat niemand naar ze luistert, dat heeft daar ook mee te maken. En daar komt wel ook een bepaalde drang tot negatieve communicatie uit voort. Dus we zouden eigenlijk allemaal moeten beginnen met beter naar elkaar luisteren. Ja, en wat vaker kinderboerderij, dieren aaien, denk ik. Was iedereen of maar dit konijntje? Ja. Of Henk. Maar Henk was ook wel op een negatieve manier aandacht aan. Dat was een beetje de Robert Jensen van deze kinderboerderij. Plat! Hallo. Hallo. We willen graag Sneeuwwitje inleveren. Ja, uitgeknuffeld. Ja, het was wel fijn. Uitgeknuffeld toch? Ben je in feite nooit. Nou, dankjewel. Pepijn die helpt af en toe mensen die advies nodig hebben. Ja. Heb jij misschien een kleine vraag voor Pepijn? Dat je denkt, nou, daar zit ik mee, dat wil ik weten. Hij is er nu. Oh jee, dat moet ik nu ineens zo bedenken. Ja, dat is lastig altijd, hè? Vind ik ook altijd moeilijk. Nou, ik heb denk ik al iets. Ik ben aan het studeren voor de PABO. Ja. En ik word juffrouw dus. En heel dan goed. Merk ik op school, er zitten zoveel kinderen in de klas. Ja. Maar je kunt... Het is bijna onmogelijk om al die kinderen te helpen. Hoe kan ik er nou het beste voor elkaar krijgen? Alle kinderen helpen? Of dat het onmogelijk is om ze allemaal te helpen? Dat is een goede vraag. Ja, het liefst helpen ze allemaal, maar een tussenweg. Ik zou gewoon beginnen bij wat er wel kan. Een klein stapje. Een eerste kind wel helpen. Want hier gaat het ook heel goed.
Ja, toch? Ja, zeker. Het zijn ook een beetje je kinderen. Bedankt voor de tip. Nou, hè? Graag gedaan. Ja. Applaus. Wordt het poort? Rund. Rund. Nou, heb jij je handen gewassen nadat die dieren... Nee. Nee, dat zit wel echt allemaal hierop. Ja, ja, ik ook niet hoor. Ben je hygiënisch? Nee, ik zeg het verkeerd. Heb je smetvrees? Nee, ik heb geen smetvrees. Nee, integendeel. Ik heb een beetje het omgekeerde van smetvrees. Smetlust. Lust. Ik hoorde je zo... Ja. Ik zocht ook eigenlijk naar een ander woord voor lust, maar lust was ook best wel goed. Lust. Stel je voor dat je me nu één vraag kon stellen. Wat zou dat dan zijn? Huh? Al dan niet ingefluisterd door een regisseur. Oh! Ik dacht wel, ik mag je toch al de hele dag vragen stellen? Maar stel dat ik jou nu een vraag mag stellen. Ben je ijdel? Ja. Ja? Ja. Ik heb een gigantisch veel te pakken aan een allemaal roze. Ja. Ja. Ultieme teken van ijdelheid, vilt en roze. Nee, maar ik bedoel, het straalt toch wel uit dat ik wil dat mensen naar mijn kleding kijken, toch? Of niet? Anders had ik wel gewoon zoiets aangetrokken. Heb je hierover nagedacht? Dat je zei, ik ga naar Tim Stent, een belangrijk programma. Nee, maar ik bedoel, als ik iets voor de televisie ga doen, dan denk ik wel na over wat ik dan precies aantrek. Of iets met beeld, maar als ik een podcast op ga nemen, dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit. Is ijdelheid iets slechts? Misschien, maar ik denk dat het vooral gewoon iets is wat je bent of niet. Ja. Dus, eigenlijk zeg je... Ja. Nee, moet jij afmaken. Oh, ik moet het afmaken. Ja, moet jij afmaken. Ja, ik vind het prima met mezelf. Ja? Ja. Ik ben helemaal blij met jezelf. Waar ben je het minst blij mee? Je karakter. Ja, er zijn altijd dingen die wat? Moeilijk blijven. Nou, wat? Ongeduld. Om dingen heen draaien. Jezus. Ongeduld. Mensen napraten. Kijken of niemand het doorheeft. Ja. Zullen we nog een woordje leggen? Hoe zeg je dat? Ja. In dit speltaal? Wow. Gourmetten! Gourmetten! Yeah! Zouden we niet een liedje over gourmetten, heel kort, dat jij dat nu doet? Doe maar, verzin maar iets. Hier is Pepijn Lanen met zijn nieuwe hit, Gourmetten. Hij noemde vroeger kegs, zegsletten, tijdens het... Pimpampetten. Na afloop droegen wij vaak petten. En dan gingen wij met deze sletten dan wel kerst gourmetten. Woo! Oh. Was dat geen smullenwoord? Het is echt helemaal gourmet. Gourmetten. Je probeert het chiquer te maken dan het is. Het is toch heel chic? Nee, het is ook heel chic. Weet je wat je ook eigenlijk de hele tijd moet doen als je aan het gourmetten bent? Nou? Zeggen dat het gezellig is. Oh, ja, maar het is toch ook gezellig? Ja, ja, maar dan zeg je de hele tijd van gezellig, hè? Gezellig, hè? Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat... Gourmetten? Nee, dat dwangmatige willen benoemen van gezelligheid van de Hollander. Wat denk jij? Emotionele tekortkoming. Ja? Ja. Denk je dat het dan eigenlijk niet gezellig is? En dat ze daarom gaan zeggen dat het gezellig is, nou, in de hoop dat het gezellig wordt? Dat je het in ieder geval heel graag wil. Mm. Ja. Als ik over 10 jaar hier weer zou zitten en ik nodig je weer uit, we blijken allebei nog te leven. Jij klopt hier aan, ik doe open. Wie staat er dan voor de deur? Wat voor Pepijn? Ik ben nog steeds even geil. Lang van stof, weinig to the point. De geest blijft gewoon hetzelfde, denk ik. Ja? Ja. Kunnen mensen niet veranderen? Dat geloof ik niet. Je kan wel
je bewust worden van je eigen tekortkomingen en daar positief mee om proberen te gaan, of constructief. Maar uiteindelijk blijf je wel wie je bent, denk ik. Ik hoop dat je gewoon voor altijd dezelfde Pepijn blijft. Ik hoop het ook. Blijf jij ook hetzelfde, Tim? Ik zal mijn best doen. Hé, en nog één ding. Gezellig, hè? Verschrikkelijk gezellig. Vond je dit nou hartstikke leuk? Vond je dat hartstikke leuk? Kijk dan ook. Kijk dan ook. Deze video. Deze video. Wijzen. Wijzen. Blijf wijzen. Kijken.